Nou, we krijgen zo dadelijk een voorbeeld van een examenroute. Ik wil even laten zien hoe gaat het eigenlijk tijdens het examen eraan toe. Er zal een stukje snelweg in zitten. Je krijgt een opdracht. Het kan een oriëntatieopdracht zijn, een clusteropdracht of een navigatieopdracht. We kiezen in dit geval voor een opdracht rij maar naar een vaststaand punt aan de horizon. Er zal iets van bijzondere verrichting zal erin zitten. En de rest van de route zal gaan op aanwijzingen, zodat je een idee krijgt hoe gaat dat nu op een examen eraan toe. Tijdens het examen, wat ik niet heb laten zien, gaan ze ook iets vragen in de auto, buiten de auto, onder de motorkap of over de banden. Dat kan je ook als opdracht krijgen en je moet een kenteken moet je kunnen lezen op een afstand van plus minus 30, 50 meter. Eindeweg gaan we linksaf. Je moet zorgen dat je heel goed rechts aan de kant rijdt. En stoppen, je ziet hier niks door het hek. Stukje naar voren rijden, linksaf hè. Zover dat je ook echt iets ziet. En als er niks aankomt, dan ga je weg. Ja, is goed zo. Juist ja, en gas geven. Obstakels kijken altijd gelijk en gas geven. Kom, het is 50 hier, hè? Het is een weg van 50. Zij staat, vergeten veel mensen. Dus ben er heel voorzichtig mee. En verkeerslichten linksaf. Ja, hier links. En dan gaan we rechts richting Nijmegen. En gelijk rechts richting Nijmegen. Richting. Goed zo. Ja, richting Nijmegen. Gelijk controleren het fietspad. Hè? En snelheid maken. Dan gaan we invoegen. En gas geven. Nou, gaan we invoegen. Je mag 120 daar. Dus heel goed kijken. Nakontrole. En dan ga je erop. Alles wat langzamer gaat, dan ga je gewoon voorbij. En dan houden we Eindhoven aan en afslag Veghel gaan we eraf. Langzamer gaat, dan ga je gewoon voorbij. En dan houden we Eindhoven aan en afslag Veghel gaan we eraf. Nou, we krijgen hier zo dadelijk een taperoplossing. Dan kan je gewoon het beste op deze strook blijven rijden. Of je moet zeker weten dat je gelijk in kan voegen. Dan zou je nog te voorbij kunnen. De linkerstrook die houdt in principe houdt die op. Dus dan moet je het heel goed in kunnen schatten. En dan moeten we invoegen, namelijk. Ja? Ja. En gelijk afstand of inhalen. Ik zou inhalen, kom maar wegwezen, kijken en er voorbij. Gas geven en doortrekken. Achter een vrachtwagen zie je niks, nooit dichtop, is altijd fout. Dus voldoende afstand houden. Je ziet gewoon helemaal niets achter zo'n ding, dat stinkt, je ziet niks. Dan kun je beter er voorbij gaan. Dan gaan we zo dadelijk rechtsaf richting Veghel. Dus rechtsaf richting Veghel, afslag Veghel. Dus als je gaat kijken, zie je twee borden. Twee pijlen rechtdoor, dat is Eindhoven, en twee pijlen rechtsaf Veghel-Helmond. En die afslag moeten we hebben. Dus bij 300 meter is het kijken richting naar rechts geven. Dus hier zitten we aan 300 meter, is dus kijken richting. Nou, je ziet er komt een hele scherpe bocht aan. Je mag de richting terug bij de doortrokstreek. En laat je gas gewoon los. En dan gaan we onderaan bij de verkeerslichten rechtsaf, bij de verkeerslichten rechts. Je ziet al de vier stroken, drie van rechtdoor, één van rechtsaf. En wij gaan rechtsaf. Dus kijken richting op tijd. Dus rechtsaf hier bij het verkeerslicht.
Nou, richting Den Bosch gaan we. Lieske, als je heel ver vooruit kijkt, zie je daar een paar grote torens. Nou, dat is de Sint-Jan. En dan ga ik je als opdracht geven om richting de Sint-Jan te rijden. Oké. Je mag maar 50, zit er binnen, maar er komt 2 rijstroken. Dat betekent naar de rechtse rijstrook. Dat is altijd baan 1. Verderop zie je ook dat hij jou gebiedt om naar rechts te gaan. En je denk aan je snelheid. Dus je mag hier maar 50 rijden. En dan richting de Sint-Jan. Nou, dit is ook echt een bocht, die moet je in z'n 2 pakken en niet in z'n 3e versnelling. Dan ga je veel te hard, is bijna haaks. Links is geen mogelijkheid, was wel lekker snel geweest. Maar je kan dus alleen maar naar rechts als je deze route volgt. Nou, bovenaan is wel een lastig stukje. Dan zou je zien welke kant moeten we op. Naar rechts. Oké, naar rechts. En dan heeft het fietspad voorrang en de doorgaande rijbaan heeft voorrang. Dus je moet de richting aangeven en heel goed kijken. Je kijkt en dan ben je weg. Ja, goed zo. Dan rijden we lekker door. Netjes. De Lambooibrug is dit, hè. Nou, deze zie je al dat het een scherpe bocht is door de bochtschilden. Dat zijn die pijltjes die je hier ziet, hè. We hebben wel voorrang. Hun hebben een stopbord, die moeten wachten op ons. Zie je afbuigende voorrangsweg. Nou, je blijft gewoon je plannetje aanhouden. Dus jij volgt gewoon hier de afbuigende voorrangsweg, hè? Ja, we rijden inderdaad richting de torens, hè? Dus we gaan goed. Ja, is goed zo, netjes. Goeie keuze. Nou, Hinthammerstraat is dit, hè? En dan kom je inderdaad vanzelf bij jouw opdracht uit, hè, de Sint-Jan. Ja. Weet je hoe hard je hier mag? Ik denk 30. Ja, het is 30, hè? De Sint-Jan, we zijn er gekomen, hè? En dan ga ik jou de route weer gewoon opgeven. Nou, hier kijk je, rechtdoor is verboden, links is verboden, dus je hebt maar 1 keus. Voorste tegen de kant, dat je geen fietsers hebt, er zijn geen rechtdoorgaande voetgangers, dus afbuigen. En door. Gaan we zo dadelijk... Bij de verkeerslichten gaan we zo dadelijk links. Goed ruim in de bocht houden hier, want je ziet niks. Als je hem afsnijdt, dan kom je verkeer tegen. En dan ga je op de grond kijken. Dubbele pijl, geen links rijden al. Links. En dan ga je uiteindelijk bij het verkeerslicht links. Dus je maakt hier gewoon een ruime bocht. Dan zit je goed, dan heb je gelijk groen. Ja, die had het niet echt in de gaten. Een beetje een treuzelaarstuk. Gaan ze dadelijk bij de verkeerslichten rechtsaf. Verkeerslichten rechtsaf. Ja, na controle zitten geen fietsers en dan afbuigen. Goed zo, netjes. En dan gaan we rechtdoor. Kom maar, rijden we door. Altijd naar z'n 3, hè? Niet in z'n 2 houden. Ze zal altijd naar de hoge versnelling doorrijden, want dan rijdt hij economischer, zuiniger, beter voor het milieu. Alle straten inkijken, al heb je voor, hè? Je kan alleen reageren als je ze gezien hebt. Nou, we gaan bij de verkeerslichten rechts. Je ziet hier een bord staan met 2 pijlen voor rechts.
Je moet even van rijstrook wisselen naar de meest rechtse baan. Dus kijken richting. Meest rechts? Richting, ja. En dan mag de richting even terug. En bij het verkeerslicht ga je rechtsaf. Het makkelijkste om te doen is om de stoeprand helemaal te blijven volgen. Waardoor je uiteindelijk op de goede rijstrook uitkomt. Kijken toch even nog de kruising op en dan kort sturen. Dan gaan we bij de verkeerslichten rechtdoor hier. Rechtdoor. Dan gaan we rechtsaf. Rechts en daarna links. Hier rechts. Er loopt een fietspad met fietsers in twee kanten. Ik zou het in zijn één doen. Waardoor je ook even goed naar achteren kan kijken. Heel kort sturen, want ik kan verkeer inkomen. Korter. En dan ga je links. Linksaf. Kijken. Dat is best een lastig stukje hoor. En dan ga je door. Ja, geef maar gas. Ja, trek maar door. Hier mag je ook gerust over dat middenstukje heen als het moet, hè. Als het niet hoeft, dan hoef je het niet te doen. Maar stel dat het moet, dan ga je dat gewoon doen. Ja. Kijk zo'n straatje altijd in, dan heb je voorrang. Ook zo'n fietspad hierop kijken. Hun hebben haai dan. Je moet even kijken hoe we kunnen reageren. En dan gaan we rechtsaf zo dadelijk. Rechtsaf. Rechtdoor gaan de voetganger. Goed gezien. Die laten we even voorgaan. Dan gaan we parkeeropdracht doen. Dan gaan we deze straat de parkeeropdracht doen. Ja. Dus we kunnen hier inderdaad aan de linkerkant parkeren. Knippertje. Kijken richting. Hè. Je moet wel aangeven. En het slimste is om het middelste vak te pakken, want je moet er daarna ook weer uit. Pak je de meest buitenste vak en stuurt weg, kom je wielen tegen de stoep aan als je pech hebt. En als je pech hebt, staat er ook nog iets achter. Nou, we gaan ons weg weer vervolgen in de rijrichting. En dan gaan we inderdaad linksaf hier. Goed kijken, weinig zicht door die struikjes. Alle straten zijn ook gelijkwaardig hier, hè? Ja, kom maar, rij maar door. Maak maar snelheid. En op je navigatie kijken voor de zijstaartjes wanneer die komen. En goed erin kijken ook. Het is allemaal gelijkwaardig, dus rechts en vooraan. Oké, goed kijken. En gas geven. Gaan we de tweede straat linksaf. De tweede straat linksaf. Even kijken, deze nog hier dan. Deze, hè? Dat die nu komt. Dat was één, dit is twee, hè? Nou, om die kippen heen hier. Heel rustig. Hoe smaller het wordt, des te langzamer moet je doen. Eventueel stoppen als het niet door kan, hè? Ja, dan gaan we de tweede straat rechtsaf. De tweede weg rechts. Ja. Eens kijken richting. Ja. Deze straat gaan we de omkeeropdracht doen. Je zou kunnen keren door middel van steken. Maar ja, dat is niet echt een slimme iets hier. Allemaal lage stoeprandjes. Een halve draai op dat kruispunt is niet mogelijk, want het is een beetje versprongen. Je zou daar wel voor een bochtje kunnen kiezen. Maar het allermakkelijkste is gewoon om die weg over te steken en op het einde een halve draai te maken. Want dat ligt er gewoon voor. Het ligt zo'n druppel waar je dat kan doen. Kijk naast je. En rechter spiegelschouder bij terugkomen. Dus je steekt hier gewoon recht erover. Dat is het allerslimste. Ja, netjes. En dan maak je daar gewoon een halve draai. Dan heel de ruimte gebruiken altijd, hè? Dus heel de ruimte gebruiken. En dan draaien we rond. Kijk achter je. Ja, netjes. En rij maar lekker door. Geen meer gas. Gaan we rechtsaf zo dadelijk, rechts. Richting goed zo, voorstellen. En doorrijden. Kijk gelijk de straatjes in, hè? Door die heg heb je weinig zicht. Wel naar zijn tweede versnelling, je zit nog eens in één. Dan gaan we de tweede weg links, de tweede weg links. En linksaf. Kijk nog even over die heg heen. Ja, goed zo.
Nou, alle straatjes zijn gelijkwaardig, hè? Nou, ik kan er nog een beetje doorheen kijken, omdat het nog winter is. Ja. Maar in de zomer is het natuurlijk helemaal groen, dan zie je niets, hè? Bij terugkomen ook rechte spiegel, rechte schouder. Kijk, als je naar je eigen weg gaat of terugkomt, hè? Houd het straatje links in de gaten, dan zie je hier alweer zo'n sneaky straatje komen. Ja, goed zo. Nou, even in zijn één, hè. Het wordt smal, dan moet je niet in twee doen, moet je in één doen. Links af hier. Fietspad niet blokkeren, dus voor het fietspad wachten of er overheen. Dan gaan we links. En dan gaan we dus dadelijk bij het verkeerslicht rechtsaf. Het verkeerslicht rechts. Ja, kom maar. En dan gaan we linksaf richting het CBA. Een keer de beste de richting aan laten staan, dan mogen mensen jou rechts voorbij rijden, want ze weten dat wij echt naar links gaan. Wacht hier. En op de linksafbaan. Even links rechts het fietspad opkijken, goed zo, en rij maar lekker door. Nou, dan komen we terug bij het CBR. Helemaal goed rechts rijden, rechts er voorbij, goed zo. Vond je deze video leuk en nuttig? Geef een duimpje of een comment en abonneer op ons YouTube kanaal. Dan ben ik nu weg. Doei!